Welkom bij Fem. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je dit kapsel kunt creëren. Dit is een kapsel speciaal voor naar een feestje of gewoon voor overdag, wanneer jij dit wilt dragen. Het is een heel glamorous kapsel en het ziet er heel erg vrouwelijk en chic uit. Ik draag het heel erg graag omdat het 1. Heel erg makkelijk is om te maken. En 2. Het ziet eruit alsof je heel erg veel moeite hebt gedaan, terwijl dat dus niet zo is. En 3. Het geeft gewoon net iets extra's aan je haar dan dat je gewoon alleen je haar krult. Ik zelf vind het heel erg makkelijk en ik ben echt binnen 5 minuten klaar ongeveer. En ik dacht, ik ga het gewoon gelijk filmen en aan jullie laten zien hoe ik mijn haar doe als ik bijvoorbeeld een avondje ga stappen. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe je dit kunt maken, blijf dan vooral kijken. Ik begin al eerst met het toeperen van de achterkant van mijn haar, zodat dit hierachter zo direct bol staat. En dat doe ik met een kam. Dan gaan we toeperen aan de achterkant en dat doe ik in gedeeltes. En dat ga ik nu laten zien hoe ik dat precies doe. Ik maak allereerst hier een scheiding, zodat ik precies weet welk gedeelte ik moet gaan toeperen. Kam ik dit naar achter. Zo, op deze manier. Wat ik nu ga doen is, ik pak kleine plukjes en dat ga ik toeperen. En ik begin allereerst hier bij deze pluk. Volgende plukje. En ook die ga ik weer toeperen. En ook die laat ik weer los. Nou, nu is het allemaal bol genoeg om te kunnen doorkammen. En dat doe ik ook gewoon weer met dezelfde kam, alleen dan met de dikkere kant. En dat kun je zien dat deze wat dikkere, wat verder van elkaar afstaan en haar is wat dikker. Dus daarmee kam ik het nu glad. Kun je trouwens ook met een borstel doen, maar ik vind het net wat makkelijker met een kam. Ik zet deze kant alvast vast met een pinnetje, omdat die goed glad is. En om nu nog wat extra volume erbij te halen, gebruik nog eventjes de kam. En daarmee haal ik het net weer een beetje omhoog. Wees voorzichtig, want je wilt het natuurlijk niet rommelig maken. Nou, dit staat nu mooi poofy omhoog en het is nu tijd om de rest te gaan krullen. Ja, of ja, nonchalant krullen. Ik ga voor de krullen vandaag deze krultang gebruiken. En dit is een niet hele dikke tang. Je kunt hier echt allerlei soorten krullen mee maken. Ik vind dit gewoon echt de meest fijne krultang die er is. Dus die ga ik hiervoor gebruiken. Ik pak gewoon grote plukken en daarmee maak ik dus nu losse krullen. Kijk. Draai hem er gewoon zo omheen. Hou ik hem ongeveer 10 seconden vast en dan laat ik hem gelijk los. Zo. En het is wel goed als je wat dikkere plukken pakt en niet die dunne plukjes, want dan is het heel erg moeilijk om er nog een grote krul van te krijgen. Kijk, zo. De plukjes die krul ik zeg maar weg van mijn gezicht door een beetje zo eroverheen te gaan. Een beetje meevaart. Zo. Ga ik nu alles wat losser maken met mijn vingers. Zo. Ga ik gewoon doorheen. Zo, dan ziet het er nu zo uit. Dan heb je hier dus boven een beetje een bolle poef. En dan heb je hieronder wat lossere krullen. Zoals je kunt zien,